YouTube-vrienden. Vandaag is het woensdag 31 augustus. Dus morgen de eerste dag van het schooljaar. Dus ik hoef niet zoveel mee te nemen of te doen. Dus daarin gebruik ik een kleine boekentas. Deze is niet nieuw. Ik heb hem al van het eerste naar. Ik gebruik het gewoon op woensdagen, want dan hoef ik niet zoveel mee te nemen. Of op de eerste dag van het schooljaar. Deze is roze en van leder. Maar hij is eigenlijk een beetje te klein voor al mijn spullen. Dus daarom gebruik ik hem niet altijd. Maar voor morgen is hij dus ideaal. Wat ik natuurlijk meeneem is mijn babylips, etui of mijn bellenzak. En dan heb ik nog een ringbus waar appelsap in zit. Gewoon een flesje water. Een schriftje om notities in te maken. En natuurlijk een kaft om het erin te stoppen. Deze heb ik al 3 jaar. En hij is nog steeds heel stevig. En ja, ik vind hem nog steeds heel goed. Mijn lunchtrommel. Ik heb sandwiches met kaas en natuurlijk enkele tomaatjes. Druifjes en een koek. Jullie vragen je misschien af waarom ik geen shoplog heb gemaakt van mijn schoolspullen. Zoals jullie weten ben ik van het einde van het schooljaar nog van school veranderd. En op deze nieuwe school moeten we zelf niks kopen. Mijn nieuwe school is een katholieke school, dus ik moet vanaf dit jaar katholieke godsdienst gaan volgen. Hoe dat gaat verlopen, weet ik zelf ook nog niet. Maar ik ga gewoon mijn best doen en ja, we zullen wel zien wat er gaat gebeuren. Dan rest mij nog maar 1 ding te doen. De winnaar loten van het Japanse snoep. Ze zijn nu aan het laden. Er waren heel veel deelnemers, dus ik moet heel veel mensen teleur gaan stellen. Maar ik kan er maar 1 de winnaar zijn. Die ga ik nu loten door op deze groene knop te drukken. Gefeliciteerd, Brit. Gefeliciteerd, Brit van de Heijden. Stuur voor zondagavond je adresgegevens naar dit e-mailadres. Als ik zondag je mailtje niet heb gekregen, moet ik een andere winnaar kiezen. Iedereen bedankt om deel te nemen. Misschien winnen jullie volgende keer wel. Voor alle kinderen uit België, heel veel succes!